daar waar de verzorgingsstaat het best is georganiseerd, vallen de meeste mensen van hun geloof. En daar waar de verzorgingsstaat weer wordt opgerold, omarmt iedereen weer het geloof. Ik denk dat de centrale belofte van het humanisme is dat er geen geloof, dat er geen God nodig is om een menswaardige en rechtvaardige samenleving te hebben. Sterker nog, dat je zonder die God veel sterker op zo'n samenleving uitkomt. En vandaar dat men zich zo heeft gegroepeerd rond de universele verklaring van de rechten van de mens. Want die zeggen eigenlijk, je hoort bij de gemeenschap zonder dat je daarvoor rechten van God hebt gekregen. Dus je hebt geen relatie tot God, die is helemaal niet nodig. Hij is dood. Nooit geleefd eigenlijk, die God. Ja, de universele verklaring van de rechten van de mens is een tekst zoals de Koran of de Bijbel, weet je. Het is een heilige tekst. Waar dus in de jaren na de overlevering, 10 december 1948, nog allerlei dingen bij zijn gedaan. Dus van de ene kant is dat een heilige tekst, die is toen aangenomen, geen gezeur. Van de andere kant, oh ja, oh, privacy, oké, doen we er ook nog even bij. Dus het is de tekst is zo sterk omdat hij dynamisch is, maar hij ontleent zijn autoriteit juist aan het feit dat hij zich voorstelt als tijdloos. Nou, dat is echt het kenmerk van religie. Zo zitten religies ook in elkaar. De islam uit het jaar 10 heeft helemaal niks te maken met de islam van nu. En hetzelfde geldt voor het christendom. Maar tegelijkertijd presenteren die religies zich als tijdloos. Nou, dat doet de universele verklaring van de rechten van de mens ook. Nou, de vraag waar ik me eigenlijk over buig is waarom in de jaren 80 en 90 er zo ontzettend slecht is gekeken naar de overtuigingen van immigranten. Dus de immigranten speelden een rol in een soort, wat dan heet een morality play, dus een soort van moraalvertelling waarin de blanke Nederlander aan zichzelf liet zien dat hij nog deugde. En men heeft helemaal niet gekeken naar immigranten, want als men had gekeken naar immigranten, had men gezien dat eigenlijk daar niemand van die immigranten uit een samenleving komt die op de mensenrechten is gebaseerd. Dus de waarden en normen die het grootste deel van de immigranten uit Azië en Afrika huldigen, staan haaks op de mensenrechtenverklaring. En tegelijkertijd is in het kader van de mensenrechtenverklaring zijn die mensen hierheen gekomen. Dus de aanhangers van de mensenrechtenverklaring hebben eigenlijk hun eigen tegenstanders geïmporteerd. Als je de wereld ziet als chaos en daarin een assenstelsel legt, dan geeft de mensenrechtenverklaring je een soort juridische kapstok aan de hand waarvan je kunt vaststellen of bepaalde landen zich beter regeringen zich beter of slechter opstoot ten opzichte van hun bevolking. Dus het lijkt mij een verlies als het verdwijnt. Van de andere kant, het is irrelevant aan het worden. De VN is irrelevant aan het worden. En de meeste organisaties die zich om de mensenrechtenverklaring hebben gegroepeerd, zijn grijs, gesubsidieerd, maar meestal allebei. Dus het is gewoon aan het vastlopen. En de energie zit veel meer op rechts. Echt in de hele wereld. Dat blijven bewieroken van een document uit 1948 is volgens mij niet de weg vooruit. Als ik dat wist, wat de volgende fase was, zou ik daar heel veel geld mee gaan verdienen. Ik heb natuurlijk geen idee.